heel concreet. Het doel was drieledig. 1. Op politiek niveau bilaterale gesprekken hebben met India. Op verschillende niveaus. Op het niveau van de Unie, zoals we noemen de Union. Op het niveau van de deelstaten. En op het niveau van het bedrijfsleven. Dat is allemaal goed gegaan. Ik kom daar straks op terug. Tweede was participatie aan een aantal conferenties. Dat is ook gebeurd. 3 conferenties. Eigenlijk 4 als ik meeneem een speciale sessie over de Surinaamse economie. En het derde punt is belangrijk. Wat hebben we eruit gehaald? Nou, ik kan u zeggen, de schuldherschikkingsovereenkomst met India. Alhoewel het om een relatief kleine schuld gaat van 38 miljoen US dollars. Op basis van de LOC's, de Lines of Credit. Dat is afgetikt. En nu wordt dus dat finale document gereed gemaakt voor ondertekening tussen de Exim Bank van India en de minister van Financiën. Tot vandaag is er discussie geweest. Er waren wat kleine wijzigingen omdat de tijd ondertussen verlopen is. Dat moest worden aangepast. Wat betekent dat? Dat betekent 1 dat we een belangrijke voorwaarde voor wat betreft herstel van de economie hebben gerealiseerd. De schuldherschikking. We moeten alle schulden herschikken. Nu blijft China nog over. En we zijn bezig met China. We hebben de bondholders, de commerciële crediteuren ook. Maar dat is een ander traject. Dan hebben we als gevolg van het feit dat die schuldherschikking overeengekomen wordt, dat we de resterende middelen, dat is ongeveer 48 miljoen, kunnen benutten. Want die zijn al overeengekomen tegen concessionele voorwaarden. Dus die 48 miljoen is nu beschikbaar voor nieuwe projecten. De bestaande projecten die on hold waren gezet, EBS, melkcentrale en nog 2 andere, die mogen nu weer opgestart worden. Dus dat is ook een voordeel. En dan heb je als gevolg... Van die creditline bedoel je? Maar creditline, ja. Yes. Dan hebben we de mogelijkheid om ongeveer 10,2 miljoen aan te vragen, concessioneel, dus lage rentes, bij het internationale Solar Alliance, dat door India is opgezet, voor hernieuwbare energieprojecten. Dat hebben we inmiddels aangevraagd. Voor het binnenland? Niet alleen voor het binnenland, overal in Suriname. In het binnenland lopen al die energievoorzieningen naar de 50 dorpen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat ook, maar dat is 50 dorpen. Dat zijn een van de projecten die, zeg maar, lopend waren, maar stopgezet waren vanwege het IMF-programma. Dus daar praat je over dat. We hebben een project voor het bouwen van een nieuw stadion. 35 miljoen ongeveer. Dat mag nu weer ondertekend worden. We hebben nog niet ondertekend. Dus zo ziet u, dit zijn concrete bedragen. Het is ongeveer 60 miljoen in totaal dat aan ontwikkelingsprojecten financiering beschikbaar komt. Daarnaast is afgesproken een overeenkomst met LVV voor agrarische samenwerking met middelen. Er zijn 19 wat ze noemen quick grants, quick delivery projects goedgekeurd tot een bedrag van ongeveer 1 miljoen. En dat is grants, dat zijn schenkingen, dat hoeven we niet terug te betalen. 19 projecten zijn ingediend over het hele land die dan, zeg maar, de leefbaarheid in de gemeenschappen, maar ook training gaan financieren. We hebben een bedrag van ongeveer 500.000 voor NCCR, voor wat betreft rampenbestrijding. Ook een grant? Ook een grant. En we hebben ook een project op het gebied van early warning systems, wat betreft regen. Zodat je van tevoren weet hoeveel regen valt er en hoe moet je voorbereiden op tijd. Dit zijn elektronische digitale systemen. Al die dingen zijn gerealiseerd. Dit is dus met de overheid. En we kunnen nu weer starten met misschien nieuwe lines of credit, maar dat hebben we nog niet besloten. Daarnaast hebben we met het bedrijfsleven gesproken, met een 10 bedrijven. En die hebben allemaal interesse om hier te komen, met name in de agrarische sfeer, agroprocessing, op het stuk van energie, solarenergie, dus zonnepanelen. En Reliance, dat is een van de grootste complexen van olieproductie en processing, die heeft interesse. Reliance is, waarvan de eigenaar is de heer Mukesh Ambani groep. De Reliance groep is geïnteresseerd, we hebben het bezocht. Het is enorm indrukwekkend om ook met Suriname te werken, want we hebben een olie- en gas toekomst. Dus zo ziet u, er is niet alleen veel gerealiseerd in termen van de politieke samenwerking,
maar ook country functionele samenwerking. Mag ik even